We gaan door naar Zeewolde. Veel inwoners daar hadden maandag 22 november echt een heel onrustige nacht. Getuigen vertellen dat eigenlijk het hele dorp rond 3:30 wakker schrok. Het was echt een keiharde knal en daarna hoorden we ook brandweer, geloof ik. Dus ja, we schrokken er wel heel erg van. Mijn vrouw heeft de knal gehoord, ik niet, maar mijn vrouw wel. Die maakte mij wakker. En toen kwamen we zonder blauw licht, brandweer en die stonden dat te blussen. Die 22 november bleek iemand het gemunt te hebben op het gemeentehuis van Zeewolde. Aan het Raadhuisplein. Terwijl de meeste mensen slapen is dit gebeurd. Als je de omgeving in beeld brengt, dan kun je zien dat de ramen gesprongen zijn. Dat de lampen eruit geblazen zijn. En mensen zijn hier in de directe omgeving echt wakker geworden van die enorme knal. Ja, en die knal was van het brandstichten bij een zijingang van dat gemeentehuis met brandbare vloeistof. En wij kunnen u vanavond laten zien door wie dat zeer waarschijnlijk is gedaan. Het gaat om deze persoon met de fiets. We laten het nog een keer zien. Achterop staat een soort jerrycan. Later komt hij nog eens langs, nu zonder. Het is dezelfde persoon ook te zien aan de rode fietstassen. Wat de reden was om dit te doen bij het gemeentehuis is niet duidelijk. Er is nooit een boodschap daarover achtergelaten. Is er iemand die een idee heeft wie de fietser is, waarom hij het deed, of heeft u hem gezien of gefilmd? Herkent iemand de fiets? Geef het alsjeblieft door. Wij rekenen op u.